Bring the Noise wordt mede mogelijk gemaakt door Benda Drukkers. Ja, voor N1 Bring the Noise staan we in Haarlem. En dan denk je waarschijnlijk, wat de biep in Haarlem. Want we zijn natuurlijk voor Nijmegen. Maar we zijn hier vandaag, hier zie je het achter me, bij Serious Request. Met de actie Hands Off Our Girls. We hebben Lottie Mae Jones meegenomen. Zij is een Nijmeegse singer-songwriter. Zij is hier vandaag aan het optreden om geld in te zamelen. Met Bring the Noise vanaf februari gaan we het hele stuk uitzenden. Maar vandaag alvast een lekker voorproefje. Bring the Noise, we run upon them. Mijn naam is Lottie Mae Jones, ik ben singer-songwriter uit Nijmegen. En dit zijn mijn bandleden en wij zijn bezig met ons album dat in februari uitkomt. We gaan daar vandaag jullie een klein voorproefje op geven. En daarnaast gaan we wat covers doen. We beginnen niet meteen met spelen, want dat zou wel een hele lange zit worden. En dan zijn jullie, als jullie in Haarlem komen, zijn jullie een beetje overprikkeld. Teddy's for Serious Request, dat is de actie waar het afgelopen weken om gedraaid heeft. We hebben een videoclip uitgebracht, een single. Afgelopen vrijdag waren we demo van de dag bij 3FM. Ongelooflijk, ik werd gebeld. Dankjewel. Ik zat op een kerstborrel uit werk en ik werd gebeld. En toen had ik 3FM aan de lijn. Ja, we hebben goed nieuws. Je bent demo van de dag. En te kijken, dit en dat. En ik kreeg een interview en ik dacht echt, wat? Nee. Echt? Totaal niet mee bezig. Nou, waanzinnig dat we die aandacht al gekregen hebben. We waren in het nieuws. Nou, super gaaf. Heel veel media-aandacht gekregen, heel veel sponsoring. We zijn super dankbaar. Verder is het zo dat we natuurlijk voor jullie Teddy's gaan spelen, een aantal keer. We gaan in Haarlem op straat spelen. We hebben zelf nog gisteravond een hele chique partytent geregeld. Die we op kunnen zetten, waar we onder kunnen spelen als het regent. Op straat gaan we spelen in de hoop dat we nog meer singles kunnen verkopen. Erwin, met je bij, hè? Fantastisch. In het kader van stress. En nou, wat we dan gaan doen is gewoon er een hele leuke dag van maken. See the little girl that was playing with her crayons and her pretty dolls. Sweet and loving, you could say, just a little shy, innocence with a smile. But how she wished that she could die. Ik moet even stoppen, want ik ben vergeten dat we een interview hebben op Radio NN Nijmegen. Dat is nu. Stop maar, sorry. Hallo! Hey, vertel eens even van jouw actie, want dat is toch wel een hele bijzondere. Wat ben je aan het doen? Op dit moment zitten wij in Arnhem. Niet zeggen Arnhem. Arnhem mag je niet zeggen. Nijmegen station. Oh, okay. Nee, we zijn vanuit Nijmegen getrokken onderweg richting Haarlem. Ja. En we hebben een bus vol met hele gezellige, wat zullen we zeggen, passagiers, toch? Mensen? En we zitten voorin met mijn bandleden zitten wij in de bus en hebben de stoelen uitgehaald. En daar zitten wij, gaan we zo meteen beginnen met ons akoestisch live concert. Mensen krijgen een hapje en een drankje. Wij gaan richting Haarlem rijden, richting het Glazen Huis. Daar gaan we op straat spelen. We hebben ook een chique tent bij waar we zeg maar, altijd regent onder kunnen staan. En waar we Teddy's natuurlijk een aantal keer gaan spelen. En nog meer singles hopen te verkopen voor de opbrengst van Teddy's for Serious Request. Ja. En afgelopen vrijdag waren we demo van de dag bij 3FM. Dat was echt super bijzonder. Dus, wat houdt het in als je demo van de dag bent?
Ja, dan ben je gekozen tot de demo van de dag. En heeft jouw single het meest opgebracht. En dan geven ze je airplay en hebben ze wat een interview gegeven over het liedje en over onze actie. Ja. En ja, dat vonden we echt heel bijzonder uit al die, wat zal het zijn, 100.000 singles die worden aangeboden. Dat je dan, dat wij daar zeg maar uitgekozen zijn. Ik was echt heel erg blij van last. Oké, hoe loopt die actie? Hoeveel heb je al opgehaald? Ja, super. Ja, ik weet de tussenstand even niet, maar volgens mij zitten we nu op 1500 euro of zo, plus minus. Ik heb het laatste, want dat wordt steeds bijgeschreven per dag. Dus ik heb de laatste opbrengst nog niet, die is nog niet bekend, maar die gaan we, de tussenstand gaan we wel vanmiddag ook aanbieden aan het Glazen Huis. Want daar hebben we een check bij, dus dat zullen we zien aan het einde van de middag. Nou, leuk. Hartstikke leuke actie. Ja. Hey, ja, hoe herkennen mensen jullie als ze op de snelweg zitten en jullie komen voorbij met de bus? Nou, we hebben echt een enorme grote bus. Een witte bus met zwarte letters Keizerstad staat erop. En er zitten natuurlijk mensen met gitaren en er zit een cameraploeg in. En heel veel gezellige mensen, dat zie je zo vanaf de snelweg. Dat kun je gewoon zien. In de bus met de hele band. Hoe is dat nou? Ja, echt super bijzonder, vind ik echt. Ik besef het denk ik ook niet helemaal. Het is zo, het is heel intiem en mensen stilt met een camera zo. En dan denk ik, nou jeetje, weet je, ik ben Madonna niet. Dus, maar het is, ja, het is nou, misschien wel, hè? Nee, daar kom ik echt niet bij in de buurt. Letterlijk en figuurlijk niet trouwens. Nee, het is heel bijzonder. En ook omdat met mijn band voor het eerst te doen. Want de band is zeg maar voor het album helemaal opnieuw samengesteld. En we zijn nog niet zo heel langzaam alles aan het spelen. En als ik dan kijk, dan denk ik, nou, dat loopt, het gaat goed. En het is fijn, het is bijzonder. We hebben een hele leuke groep, vind ik. Dus, ja, het is mij wel opgevallen dat het hier inderdaad heel, heel gezellig is. Ja. En het is, ik vind ook gezellig dat het juist een beetje geïmproviseerd is. Ik zit op een instrument ook. Ja. Ja, hiervoor is alles eruit gesloopt. Hè? Dus we hebben hier zeg maar, een soort van podiumpje gemaakt. Ja, van instrumenten met name. Ja. Nou heb je veel mensen op weten te trommelen. Die hebben ook betaald voor een kaartje. Ja. Want het is voor 3FM, hè? Voor Serious Request. Ja, klopt. Het is voor het goede doel. Voor Serious Request. Het steunen van de actie tegen seksueel geweld bij vrouwen en meisjes in conflictgebieden. En vrijdagavond waren we demo van de dag met de single Teddies. En wat ik heel bijzonder vind is dat, dat uit zoveel singles die daar zeg maar zo'n actie gekoppeld zijn, dat Teddies daaruit gekozen is en dat het meest heeft opgeleverd. Nou, gaan we dadelijk Haarlem in. Ja. Al deze spullen die hier staan, die jullie echt vanochtend in Allaas hebben opgezet, die gaan mee de stad in. Ja, nou niet alles, maar het merendeel gaat mee. Ja. Ja. Wat een project! Voor zover het dat nog niet was al. Ja, nou inderdaad, dat zeg je wel. We hebben het allemaal, denk ik, het hele project in 4 weken hebben we dat opgezet. Zowel de opnames van de clip als het idee met de bus, alle stroomaansluitingen. De sponsoren, de verkoop van de kaartjes, het drukken van de single, het ontwerp van de hoes. Ja, je wilt het echt zo gek niet bedenken en we hebben het gedaan. Maar ik ben super dankbaar dat het gelukt is. En het is een project, maar ik ben wel iemand die, als ik een idee heb en ik geloof ergens in, dan wil ik daar ook alles voor doen. En zeker als het voor een goede doel is. Dus dat is wat we proberen. Ja. Het is in ieder geval een gezellige groep. Veel lol hier. Ja, hartstikke veel. Tuurlijk, je moet ook wel lol hebben, want anders dan wordt het... Het is toch ook belangrijk. Je moet wel lol hebben met elkaar. Je moet elkaar kunnen aanvoelen. En je moet ook weten dat je op elkaar kan vertrouwen op het podium. Dat is zo. Dus dat is tof. Ik zie ook hier tijdens het spelen gewoon iedereen heel erg goed naar elkaar kijken. Hè, communiceren. Ja. En
Nou, jullie hebben eigenlijk geen woorden meer nodig ervoor. Nee, met een redelijke gebarentaal of een knip ook hier en daar komen we denk ik een heel eind. Ja. Ja. Klopt, heb je goed gezien. Heb je goed geobserveerd. Ik kan zo goed observeren. Ja. Trouwens, voor de mensen thuis die denken van... waarom zitten wij de hele tijd zo moeilijk te doen? We zitten niet heel stabiel in die bus die rijdt. Dus. Hey, we zitten op losse krukjes hè, en losse instrumenten en dat wiebelt een beetje. Dus dat is, het is wat geïmproviseerd. Wel gezellig hoor, ja. Dan weer wel. Verkopen zodat die opbrengst ook weer naar ons project kan voor Serious Request. Teddy's voor Serious Request. Look back to see the little girl that was playing with her crayons and her pretty dolls. Sweet and loving, you could say, just a little shy, innocence with a smile. Superlief, Laura die past eventjes op de koffers en op onze, al onze instrumentaria. En wij gaan naar het glazen huis om de check met de eerste tussenstand aan te bieden. En ik ben echt super trots. Op naar het glazen huis. Oké, wij gaan de opbrengst, de eerste tussenstand van de single en ook tevens demo van de dag afgelopen vrijdag in het glazen huis. Teddy's bekendmaken. En wij zijn echt super trots, toch mannen? Ja! En heel dankbaar voor alle donaties en steun en support. En al onze busreizigers die een kaartje hebben gekocht, die staan hier. Joehoe! Oh, niet allemaal. Nee, ze zijn niet allemaal. Ik ga hem laten zien. Dit is de tussenstand. Dat is toch wel echt vet. De afgelopen weken hebben wij ons ook ingezet voor Serious Request. We hebben de single Teddy's opgenomen. Die gaat over seksueel geweld bij vrouwen en meisjes. Die is niet speciaal voor Serious Request opgenomen. Maar wel een nummer op het album. We waren afgelopen vrijdag de demo van de dag. En dit is onze tussenstand. En wij zijn super trots. Dankjewel aan alle donateurs. Dank. Ja, helemaal geen dank. Nou, zeker. Zeker. Ja, zeker. Je hebt nog kans dat hij het glazen huis komt. Oh, dat zou tof zijn. Maar ja. Dat zal we zullen zien. Ik ben blij en dankbaar voor alle support. Dus dat is helemaal goed. Heel goed. Nou, ja. Dankjewel. Oké. Ja, hey, tot ziens. Doei. Find your shelter inside.
You see?